Ronald, 7 spelers bij het Nederlands elftal. Vilena als jonge jongen, ongelooflijk gelukkig. Wat denkt de trainer als hij dit hoorde een uurtje geleden of zo? Nou, ik wist het al. Ik wist het woensdag eind van de middag al. Toen belde Van Gaal. Dus zo heeft hij zoals altijd aangegeven wie hij van Feyenoord ging selecteren. En wat ik ervan vond. Maar ja, dat is hoe meer, hoe beter. En maakt het je trots? Ja, tuurlijk. Ik weet niet of het ooit gebeurd is, maar dan misschien weten jullie dat beter als ik in het verleden. Ja, als je 7 spelers van je groep bij Nederlands elftal hebt, plus nog wat er allemaal daar nog onder zit. Ja, dan zijn we daar wel heel trots op als Feyenoord zijnde en... Maar ja, daar win je geen wedstrijd mee zondag. Hè? Nee. Vind je het logisch dat Vilena erbij zit trouwens? Nou, aan de ene kant is het logisch, want hij klopt daar aan de deur. Hij laat zien dat hij ongelooflijk talentvol is. Ja, en maakt stappen. Nou ja, en dat heb ik vaker herhaald. Ja, als daar een coach, een bondscoach is die daar oog voor heeft, die ook vanuit zijn verleden altijd heel goed en met jeugd heeft gewerkt, ja, dan is dat logisch. Andere mensen misschien niet, maar iedereen die Vilena ziet spelen en zijn ontwikkeling ziet doormaken, dan is dit een terechte stap. En ja, daar is hij natuurlijk heel blij mee. Nou zit leiderschap niet in functie of leeftijd, hè? Zie jij in Vilena iets van natuurlijk leiderschap op sommige momenten in wedstrijden? Ja, wat is leiderschap? De boel neerzetten... Dat niet. Dat, daar moet hij zich verder in ontwikkelen. Maar wel dat hij een mentaliteit en agressiviteit in zijn spel heeft. Die heel belangrijk voor een elftal is. En, plus het feit dat hij voetballend ook steeds beter wordt. Vaster wordt. Alhoewel hij nog ook wel momenten heeft van concentratie. Dat hij wat slordig is. Maar ja, hij is net 18 januari 18 jaar geworden. Ja. Ja, die is verder op zijn leeftijd dan heel veel anderen, wat uiteindelijk ook hele goede voetballers zijn geweest. Nog één vraag over Feyenoord en Oranje. Je hoort ook sommige mensen zeggen, ook heel veel supporters, ja, laat ze maar niet opgeroepen worden. We hebben ze nodig in de slotfase van de competitie. Hoe kijk jij daar als trainer naar die opmerking en die gedachte? Nou, nee, niet. Zo zie ik het niet. Ik zie alleen dat het goed voor de ontwikkeling is van deze spelers. Ze trainen, ze spelen ook weer dan met spelers die op een hoger niveau spelen, die meer ervaring hebben. Maar ja, als dat op een goede wijze gebeurt, dan is dat leerzaam ook voor deze spelers. En we zitten in de laatste fase van het seizoen. Wij zijn fit. Dat bewijzen de testen ook weer die we afgelopen donderdag hebben gedaan. We hebben gelukkig niemand geblesseerd. Iedereen beschikbaar zondag? Iedereen is beschikbaar. En dan zie ik het meer als iets moois dat ze erbij zitten dan dat ik denk van, zou er beter... Ja, oké, dan moet je zorgen dat ze anders op andere momenten een keer een extra dag krijgen. Nou, dat hebben ze afgelopen week gehad. Dus ja, daarom doe je dat ook natuurlijk. Omdat zij in een heel drukke periode weer ook met 2 wedstrijden van Nederland zelf al zitten. Wat maakt Utrecht een goede tegenstander? Ja, dat vroeg ik ook de spelers. En toen kreeg ik veel... standaard antwoorden van ja, ze zijn het is een echt team. Ze zijn fysiek sterk. Maar ik denk, en het is voetbal is onvoorspelbaar, want we speelden de eerste wedstrijd uit bij Utrecht. Kan ik me herinneren dat we na afloop zeiden binnen de technische staf van nou, die gaan een heel moeilijk seizoen tegemoet. En kijk waar ze staan. Plus. Ze hebben een manier van spelen waar heel veel tegenstanders problemen mee hebben. 4-4-2. Soms een ruit op het middenveld, soms zit vlak op het middenveld. Ze bouwen op met 3 mensen. De backs gaan heel ver naar voren toe. Ja, ik heb Vitesse Utrecht gezien. Het was ongelooflijk dat Utrecht verloor, want ze waren 2 klassen beter. En Vitesse speelde ja, heel verdedigend, zonder druk naar voren. En dat willen wij wel gaan doen. En hoe we dat gaan doen, dat zie je dan zondag wel. Over Vitesse gesproken, zitten die gewoon even qua positie in die strijd om die landstitel, in de positie waarin jullie vorig seizoen zaten? Ja, misschien wel. Ze praten meer over
Ajax, PSV en Feyenoord dan over Vitesse. Maar ja, als jij uit bij Twente wint, je wint uit bij PSV, je wint uit bij Ajax, ja. Dat zegt voldoende. Dan tel je mee. En ze hebben maar 2 punten minder als wij. Dus ja, doe net zo goed mee als wij meedoen. Is tenslotte tussen die 4 ploegen die nu gaan uitmaken, die kampioen van Nederland, wordt het grootste verschil dat er stress is in Eindhoven. Dat er interne conflicten zijn in de organisatie in Arnhem. En dat het bij Ajax en Feyenoord, met name hier, relatief rustig is. Gaat dat een rol spelen trouwens, die gegevens? Nou, dat kan wel zo zijn natuurlijk. Hè. De druk is in Eindhoven enorm hoog. Dat zie je, dat lees je, dat hoor je. Dat wil niet zeggen dat ze hebben ook een groep die daarmee om moet kunnen gaan. Ze hebben een coach die meer dan ervarend is. Ja, die daar denk ik niet wakker van ligt. Ik vind het belangrijkste wat wij kunnen bij winst. Zondag zet je Utrecht op 11 punten. Je zet, tenminste afhankelijk van het resultaat van Twente, heb je Twente op 9 punten. Onze doelstelling is directe plaats in Europees voetbal. Dus grotendeels kun je dat zondag bewerkstelligen. Nou, als daar meer komt, dan, ja, dan gaan we daarvoor. Maar dat is de eerste stap die we kunnen zetten. En, ja, maar er is meer mogelijk. Maar eerst het een, dan het ander.